Fujifilm heeft een gloednieuwe opvolger voor de populaire XS10, de XS20. En daar zijn we best enthousiast over. De XS10 was een populaire en betaalbare APS-C camera van Fuji. En eindelijk is daar dus die opvolger, de XS20. Nou, Fuji pakt daarmee eigenlijk door op de vorige camera met een paar leuke verbeteringen. Maar JP, tijdje geleden weer dat we een Fuji hebben gedaan. Zeker. Voor jou de eerste keer, denk ik, hè? Voor mij de eerste keer, dus ik ben benieuwd. Ja, nou, ik denk wel dat het een leuk dagje gaat worden. Ik Zeker. Heb jou aan te pakken. Mooi op 6.2K. Hoppa. Let's go. Bij de XS10 was die compacte body natuurlijk al echt een USP en gelukkig is dat bij de XS20 ook weer het geval. Hij blijft lekker compact en licht, maar heeft wel een stuk meer power in huis dan zijn voorganger. Hij heeft namelijk een 26 megapixel X-Trans CMOS 4 sensor en de vernieuwde X-processor 5. Wil je nou alles weten over de sensor van de Fujifilm XS20? Check dan even de link hierboven. Ik zei het al, extra power, maar dat is ook letterlijk het geval. Want in de XS20 zit namelijk een grotere accu die komt uit zijn grotere broer, de X-T5. En in de Economy Mode kun je tot wel 750 foto's schieten. Nou, toch best wel lekker als je weer een accu'tje minder mee hoeft te nemen op reis. Verder heeft de XS20 een microfoon en headset aansluiting, ingebouwde flitser en een volledig kantelbaar touchscreen. Hey JP. Ja. Jij hebt eigenlijk nog nooit een Fuji vast gehad, hè? Nog nooit een Fuji vast gehad, nee. Zullen we eens even ruilen? Ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Ja, ik ben ook benieuwd. Let's go. Licht voornamelijk. Oh, daar komt de auto aan, Bart. Licht en compact, hè? Licht en compact. Ja, hij is ook wel echt gemaakt voor reisvideo en fotografie. Ja, precies. Ik vind wel dat de knoppen groot genoeg zijn om toch een verandering te doen. Ja. En ik zie hier op de knop vlog staan. Ja, klopt. Er zit dus een dedicated vlogstand op. Staat hij nu op? Ja. Ja, je hebt die 8 mm, dus volgens mij heb je mij nog steeds helemaal in beeld. Hè? Ja, ja, zeker. Maar, kijk maar. Ja, dat is ideaal. Daar blijft dus de sluitertijd in diafragma's blijft eigenlijk fixed. Okay. En dan gaat hij variëren met de ISO. Oh ja. Ja, en zeker met die lens erop is het gewoon wel... kun je echt vloggen, toch? Ja, ik heb een hele lange arm. Ja, hij vertekent wel een beetje natuurlijk, maar ja, het is 8 mm, dat is ook wel... Je krijgt van alles in beeld. Dat is gewoon bizar, hè? Ja, dat is echt bizar. En dat volledig kantelbare touchscreen is natuurlijk ook ideaal om jezelf te filmen. Jazeker. Ja, dan kan ik hem nu ook zien en ik kan hem ook bedienen als ik wil. Ja, precies. Dus het is echt wel een camera die echt al bedoeld is voor vloggen ook. Ja, natuurlijk precies. Is foto belangrijk, maar... Ja. Het is echt ook wel gemaakt om... Ja, en wat je zei, hij voelt ook niet zwaar aan nu. Ik heb hem met één hand beet. En licht en compact. Ja. Nou ja, we lopen er nou een ochtendje mee. Niemand kijkt om naar mij. Allemaal naar jou met die Ronin natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ik heb spierpijn en jij dadelijk niet. Ja, precies. Zullen we zo blijven filmen? Nee, laten we maar snel weer rijden. Kijk, een camera kan natuurlijk compact en licht zijn en voorzien zijn van allerlei toeters en bellen, maar je wil natuurlijk ook gewoon dat het plaatje goed is. Nou, dat gaan we nu even voor je testen. De Fuji XS20 filmt in 6.2K in 25 frames per seconde. En dat is niet mis. 4K film je in 50 frames per seconde en in Full HD kun je het beeld tot wel 8 keer vertragen. Dat alles kun je opnemen in 422 10-bit in het platte beeldprofiel van Fuji F-Log. En dat laat echt zien dat Fuji groot inzet met video op de XS20. Zeker met dat filmen in 6.2K in een logformat op 422 10-bit. Ja, dat is toch wel iets waar echte videomakers van zullen smullen. Toch JP? Joehoe! Hij draait helemaal door, joh. Mocht je nou meer willen weten over logformats, check dan eventjes in de kaart hierboven onze kort en krachtig die Mark heeft gemaakt. Ik ga kijken of ik JP kan stilzetten. Zo! Qua video heeft die XS20 dus wel genoeg te bieden, maar je kan er natuurlijk ook gewoon prima foto's mee maken. Je hebt namelijk een opname van 26 megapixel op 16-bit RAW. Nou, volgens mij niet mis voor een camera in dit segment, maar wil je nou weten hoe die beelden eruit zien? Ja,
Op die XS20 zit beeldstabilisatie van 7 stops en dat is best wat natuurlijk. Het is een combinatie van inbody stabilisatie, optische beeldstabilisatie en nog eens digitale beeldstabilisatie. Nou, ik heb hem nu vol aanstaan en ja, zeker met die 8 mm is het op zich geen probleem dat er een kleine krop in zit. Even het verschil te laten zien. Dit is exact hetzelfde stukje wat ik loop met de beeldstabilisatie uit. En nou ja, zoals je ziet doe ik ook niet de hallo. Doe ik niet heel erg mijn best om stabiel te houden, maar ja, doe je voordeel mee. De autofocus is met name door die nieuwe processor ook weer verbeterd. Je hebt op mensen door middel van deep learning AI AF tracking van gezichten, ogen van mensen en dat werkt lekker. Buiten natuurlijk mensen kun je met de XS20 nog veel meer objecten trekken. Dieren, vogels, treinen, auto's, motoren, insecten, zelfs drones en nog veel meer. Aan de productvloggers is ook gedacht. In de Product Priority Mode gaat de autofocus altijd automatisch naar een getoond product in plaats van naar je gezicht. Handig als je bijvoorbeeld je nieuwe aankoop wil laten zien. Bart, ik vroeg me af, krijg je dit nou helemaal erop? Ja, bizar. Ik dacht dus net vandaag, ja sowieso schuin natuurlijk. Ja. Maar zelfs recht van voren, nou hoeveel zal het zijn? 1, 2, 3, 4, 5, ja hè? Kleine beentjes, zeg 5 meter. Ja. Krijg je gewoon heel de dingen erop man, dat is bizar. Bizar. Als je jezelf nou wil filmen met een nog iets professioneler beeld, dan zit er ook wat voorop op de XS20. Namelijk die defocus van de achtergrond. Je ziet het staat nu aan. Ik heb overigens ook de 18 tot 55 mm lens erop zitten nu, dus het is ietsje dichterbij. Dat ligt niet aan een krop op de camera. Maar ja, we hebben dat natuurlijk vaker gezien, die defocus. Maar het maakt het plaatje van de XS20 wel compleet. Ja, wat voor mij Fuji-camera's altijd extra bijzonder maakt, zijn de film-emulaties. Wacht, ik laat het je zien. Hiermee heb je 19 analoge filmlooks ingebouwd in je camera zitten. En als iemand weet hoe film eruit hoort te zien, dan is het Fuji wel. Dus wat mij betreft is dat wel echt een toffe feature. Na een dagje goed testen kan ik wel zeggen dat de XS20 een waardige opvolger is van de XS10. Alles wat daarop zat, zit er nog steeds op met een paar mooie upgrades. Met name op het gebied van video zijn er flinke stappen gezet. 6.2K, logprofielen en allerlei aansluitingen om je videoapparatuur op aan te sluiten in diezelfde compacte behuizing. Zit je nou al in het Fuji ecosysteem, dan is de XS20 zeker een mooie uitbreiding op je kit. Als extra camera of als mooie travelcam. Maar ben je nou gewoon op zoek naar je eerste camera, dan is het ook een prima camera om mee te beginnen. Twijfel je nou misschien toch nog een beetje of een full-frame camera iets voor jou is? Nou, in de video hiernaast leggen we je exact het verschil uit. Voor nu heb je iets gehad aan deze video. Like, abonneer en we zien je de volgende keer. Later.